Zo, lekker weer een mooie dag in Mantopia. Ik ga straks lekker naar de gemeente, even mijn setje pakken. Zo. Oh, dit is niet de bedoeling dat ik het weer in de kast leg natuurlijk. Mijn koffertje pakken. En nou ja, ik kan bijna die kant op, denk ik. Het is weer leuk, het glazen huis is weer lekker stil vandaag, dat is weer leuk. Want ja, daar heb ik altijd toch zoveel gehoord. Ja, ik kon er elke keer, maar ik weet niet waarom. Oké, even mijn auto. Ik heb mijn rijbewijs bij me, toch? Ja, die heb ik bij. Oké, in mijn auto. En op naar de gemeente. Volgens mij hadden ze daar een parkeerplaats, dat weet ik niet. Helemaal zeker. Kijken, komt er niks van rechts? Nee. Een parkeerplaats vinden. Ik parkeer hem iets te illegaal, want de parkeerplek is hier een beetje vol. Maar mijn auto past er wel in, dus ja. Zo, nou, ik ben op mijn werk. Dus kijken wat we gaan doen. Hallo! Hey Jason, hallo, hallo. Beste jongen. Ik kom er even aan, ik zat weer... Weet je wat ik echt irritant vind, Jason? Nou? Dat ik hier altijd moet staan, hier zo. Kijk, hallo, ik ben hier ik aan zag de je. Kant, bij de ingang. Ja, de ik zag je, ik zag je. Nou, dat hier geen stoelen zijn. Ik bedoel, ik ga het echt even een keer bestellen bij de IKEA, want ik wil er gewoon even op kunnen zitten. Ja, dat snap ik. Gaan we kantoorwerk doen? Gaan we even buiten? Nou, ik denk dat ik eerst even de brieven wil klaarmaken voor dinges. Dinges. Voor ja, dat brug, voor die brug, de dingen betalen. En, Oh ja, ja is dat, was dat nou wel of niet betaald? Ik had daar nog niet zo Nee, dat moet ik nog betalen. Dat moet nog van de gemeenterekening af. Jezus. Ik ben in ieder geval in mijn kantoor wat papierwerk. Want ja, we werken nu ook met computer. Yo, meen je dat? We zijn niet zo ouderwets. Nee, zo, maar we zijn zo ouderwets dat ik een deurbureau heb. Deurbureau, meenemen. Ah, dat laat ik ook nog een keer bij. Ik zal even een beetje in de computer gaan zetten, uiteraard. Ja, nou ja, ik ga eerst even zo een huppa. Daarna ga ik middag eten thuis. Dus daarna kom ik dan weer. Maar dan even op mijn stoel gaan zitten. Daarna wil ik maar even kijken bij die brug van je, als je niet erg vindt. Ja hoor, je doet maar. We brengen jij komt ook gewoon lekker aankakken om 2:30, joh. Jij denkt, ik zit toch al de hele dag, sta ik daar een beetje koffie te zuipen. De zuipen. Nou ja, ik weet niet wat ik anders zou moeten doen, snap je? En ja. Ik moet 2:30 aankakken en dan, ja. Ik heb er zin in. Oh ja, Jason, jij komt door hier. Als je koffie wil, je koffie. Ja, dat is dan op weg. Heb ik al gratis meegenomen, doei. Nice. Zo, die koffie die is wel goed. Ja, de koffie zat er wel lekker in, hè? Ja, die koffie die is wel goed, hoor. Dat is echt niet normale koffie. Ik ben echt koffieverslaafd. Ik neem er echt 20 per dag of zo. Maar ja, ze zijn ook wel echt lekker. Zo. Maar ik heb nog niet middag gegeten. Dus ik heb even wat paar dingen weer in de computer gezet. Maar je moet dat iemand anders laten doen. Waarom zou de burgemeester dan weer doen? Waarom de fuck heb je een Rolls Royce hier staan? Nou, dit is gewoon voor de zier. Ik had nog een tweede auto, dus ik dacht, die zet ik hier voor de zier neer. Rijdt de Tata jij ook, hè? Ja, ja en mijn andere auto die staat geparkeerd. Nou, ja, ik was vergeten mijn andere auto. Ik was vandaag in een van mijn drie Audi's. Maar, hoe heet het? Mijn andere Rolls Royce stond er nog. Dus dat was ik vergeten mee te nemen. Ah, ja, dat kan, hè? Weg. Ik ga wel even middag eten pakken en daarna kom ik er even terug op kantoor, want dan wil ik die brug zien, oké? Ja hoor, die brug mag je dan wel zien. Oké, even kijken waar heb ik de boeks. Oh ja, ik moet even naar het archief dan. Of heeft hij hier boekjes? Nee, geen boekjes maar, geen boekjes.
Even kijken hoor. Wat gaan we eventjes doen? Ik weet het serieus niet, maar het archief moet hier ergens zijn. Zo, dan is het voor jullie ook iets minder lek, hoop ik. Boekjes, 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 boekjes. Zo, hier ga ik de papierwerk even in doen. Dat moet ook gebeuren, snap je? Dus ja. Ja, daar ben ik weer. Hallo. Hallo. Ja, ik had even een salade thuis gepakt en wat koffie uiteraard. Ik heb ook wat fruit meegenomen. Wil jij ook een peertje? Ja hoor, doe maar. Vers fruit. Daar zaten er wel lekker mee, jong. Ik had thuis nog wat fruit liggen, dus ik dacht hier. Wacht, hier ligt toch wel wat boekjes. Oh ja, die moet eigenlijk naar het archief. Jason? Ja? Kun jij even snel naar het archief rennen? Om deze TikTok-bewijs... Ja hoor, dat kan. Om die TikTok-bewijzen te droppen? In de chest plotbewijzen graag. Ja hoor. Ja, ik ben nog even snel dat dingen aan het maken voor die brug. Ja, goed, neem je tijd op. Zet het geld maar op de gemeenterekening aan. Ik loop trouwens wel met het archief loop ik mee, want dan kan ik dan even direct meegaan met God, hoe noem je dat, die brug. Dus kunnen we direct meegaan. Zo. Dan ga ik eerst even mijn olie bijtanken, dus als jij dat naar het archief brengt en zo. Oh, ja hoor. Dan heb ik mijn olie volgetankt, kunnen ze meteen met de Audi daar naartoe rijden. Is er weer een hotel verkocht dan? Ja, Derian. Ah, Derian die is dan wel weer masselaar hoor. Ik heb even wat fuel gepakt. Dat moet ik zo maar te doen, want ik ben benzine. En dat denk ik even die Audi vond. Wanneer jij het hebt gepakt, dan mag je wel even komen. We gaan even... Oké. Zo, je hebt je auto goed geparkeerd, zie je? Ja, nou ja, de parkeerplaats was gewoon te vol. We moeten de volgende keer gewoon een betere parkeerplaats kopen. Het slaat weer nergens op. Ja, we kunnen hem wel ietsjes groter maken. Ja, dat is wel chill. Ja, ik heb de Audi even bijgetankt, dus kom maar. De viewer, oh je gaat in je eigen auto, oké. Ja, we zijn de weg, want ik weet eigenlijk niet echt precies wat Nou zit. Ja, we moeten richting het hotel. Dan doen we dat, zo jij rijdt goed. Ja, we moeten even wennen, want deze auto is nieuw, hè. Jij ook. Ik heb ook deze Audi, maar deze Audi rijdt echt veel te hard. En deze remt ook amper. Dus als je, je moet echt 10 minuten van tevoren remmen. Oh ja, weet jij trouwens iets van die wooden chestplates, pressure plates, waarom die Nee, maar dat zou Paul er vast wel een reden voor hebben. Ja, moeten we toch maar even checken. Oh, dus dit wordt de brug. Ja. Ja, op zich, de weg is wel iets groot, ik weet niet of die trend kan. Het bouwbedrijf gaat hem zeg maar bij de brug steeds ietsje kleiner maken. Oké. Maar wat gaat het worden? Ik zie daar mijn plot. Er komen daar nog meer eilandjes. En dan deze brug moet de eilandjes met elkaar verbinden. Dat het hier wel toegankelijk is. Exclusieve eilandplot. Je moet er niet te veel maken, want dan wordt het normaal. Dan gaat iedereen daar wonen. Je moet er echt 3 of 4 maken. Ja, er worden echt plots die wel duur zijn. En het worden zeldzame plots. Maar misschien gaan wij deze plots ook niet verkopen. Maar misschien worden het gewoon plots die je in Loot Crate kan krijgen. Ja, Lou kreeg plots. Ja, dan moeten we ook nog even overleggen met Jordi, natuurlijk de baas van Unique. Ja, nou ik ben ook de baas van Unique, dus dat is het probleem niet. Ja, maar je moet het wel overleggen met... Ja, daarom, dat ga ik ook wel doen.
Oh ja, ik ben alweer weggereden. Weet je trouwens nog iets over die zaak met Unique toevallig? Nu we toch over Unique hebben. Weet je daar nee, heb ik verder niks meer over gehoord als ik eerlijk ben. Dat gaat ja, FBI, die moeten eigenlijk nog een verslag over maken. Want ik heb wel tegen Rick gezegd, goh, zeg maar, weet je wat bij mij is? Nou. Ik wil altijd over alles van weten, wat er in mijn stad gebeurt. Ja, nou ja. Hopen dat ik ook weer snel burgemeester... Ah! Rijd je het water in? Nee. Nou, daar gaat je Rolls Royce, hè? Nee hoor, die heb ik opgepakt. Heel realistisch misschien, maar ik heb hem opgepakt. Dat kan. Blijkbaar. Sterk jongen, jij, hè? Ja, tuurlijk. Nou, ik ga nog heel even het laatste papierwerk doen. En dan zit mijn dag er weer op, want ik ben hier ook om 4:30 s'nachts. Ik werk, zeg maar, in de van vroeg in de ochtend tot ja, rond 3:00, zeg maar. Dat vind ik zelf het chill, want dan heb ik dan nog wat speling qua tijd. Snap je? Dan kan ik nog iets in de middag doen. Ja. Tik voor een filmpje kijken of zo. Of thuis werken. Normaal werk ik dan thuis nog ietsjes verder en daarna een film kijken of zo op de bank. Nee, maar daarom. Ik heb het als goed is, ja, dat heb ik meegenomen. Ja, ik denk, ik denk dat we zo ook wel de gemeente af kunnen sluiten als ik eerlijk ben. Ja, als je klaar bent. Ik bedoel, het is best rustig vandaag. Weet je het al in de plotbewijs? Het is vandaag inderdaad best wel rustig. Je hebt nog niet de plotbewijs in het chest gedaan. Ik heb het wel gedaan. Oh, er zijn er twee blijkbaar. Slim. Je hebt een tweede chest aangemaakt in Google. Kijk, kom eens. Nee, die chest die was er al, meneer. Nou, dat maakt niet uit. Bankgeld, anders zo, dat is. Zeg, dit geld claim ik wel, als jij het niet nodig hebt. Ja, ik ben even wat op de computer aan het intikken, zo. De brug staat op de op onze service, zo. Wat? Hier zit een notch apple in. Zo, wel. We moeten trouwens wel even weer het archief een beetje gaan opruimen, want het is... Ja, het is inderdaad wel een beetje rommelig daar. Maar ja, ik ga er gewoon niet afzetten, want ik ben klaar. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, kom nog heel even naar het archief, Chapino. Ja, ik kom al. Ah, dat heb ik daarmee, joh. Daarna ga ik thuis even nog wat papierwerk. Ik vind thuiswerk echt veel fijner, maar ja. Ja, nou ja, op het werk is het natuurlijk nooit leuk, maar ja, het moet. Kijk hier, je hebt hier plotbewijzen en je hebt hier plotbewijzen. Welke chest gaan we claimen? Hou even één sign weg bij degene. Oké, dus het wordt die andere. Ja, mooi, dan weten we het. Zo. Oh ja, wacht, hier, in deze kleine chest zit elke week het gemeentegeld in. Hoeveel gemeentegeld de kas heeft. Oké. Okay. Deze kleine. Nou, dan weten we dat hoor. Oké, maar ja, ik ga de gemeente afsluiten. Dus let's go. Ik ga ook even afsluiten. Ik ga thuis nog even wat koffie drinken. Ja, dat begrijp ik. Netflixen. En dan moet ik alweer wit, want ik moet vroeg op morgen. Een fijne dag nog. Ja, jij ook. Volgende week heb ik betaald, dus... Nou, ik moet maar... Ja, ja, dat kan. Zo. Doei doei. Doei. Zo, even lekker naar mijn huis. En dan zien we verder. Zo, lekker naar huis. Zo, en dan zijn we weer thuis. Oké. Wat? En ja. Maar ja mensen, vond u deze video nou leuk? Ram natuurlijk op die like knop. Vergeet ook
zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan checken wij jullie en later. En ook op mijn kanaal. En ook op Dennis' kanaal natuurlijk. Later!